Woede in de Gelderse politiek om de uitkoop van boeren door het Rijk. Die boeren in onze provincie uitkoopt om de A27 bij Utrecht te kunnen verbreden. 3 keer levenslang en 1 maal vrijspraak voor de verdachte van het neerhalen van de MH17, waarbij 14 Gelderlanders om het leven kwamen. Steeds meer mensen schakelen over op propaangas, goedkoper dan aardgas en dus ook een uitkomst voor bakkers. Daar branden de ovens eigenlijk heel mooi op. Goedenavond. Boeren in Gelderland moeten wijken voor de verbreding van de A27 in Utrecht. Het Rijk heeft ze uitgekocht om zo stikstofuitstoot terug te dringen. Het gaat om werkzaamheden aan de A27 bij Utrecht die moet worden verbreed. En dat kan alleen als de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen. En daarom heeft het Rijk 6 boeren in Gelderland uitgekocht. Het gaat om boeren rond de Veluwe. Doordat de boeren stoppen, kan de weg worden aangelegd. Ja, het uitkopen van de boeren om aan de snelweg te kunnen werken leidt tot woede. De Gelderse politiek hield gisteren een spoeddebat om hun ongenoegen te uiten. Ja, voorzitter, dan is het een hard gelach dat Rijkswaterstaat met een grote zak geld haar eigen projecten veiligstelt. Ze zijn boos omdat er veel projecten niet door kunnen gaan omdat er geen stikstofruimte is. Zoals boeren die al jaren wachten op een vergunning. Kijk, wij hebben precies van die Rijksoverheid de opdracht gegeven om te werken aan natuurherstel. We weten dat de pasmelders zitten te wachten op legalisatie. Die hebben van Remkes de belofte gekregen dat ze als eerste aan de beurt waren. Iedereen weet dat er woningen nodig zijn hier in Gelderland. Ja, en tegelijkertijd zie je dan dat een ministerie en de Rijkswaterstaat gewoon al die ruimte voor zichzelf houden. 3 keer levenslang en 1 maal vrijspraak in het MH17 strafproces. Vandaag veroordeelde de rechtbank op Schiphol de verdachte voor een rol bij het afvuren van een bukraket op het vliegtuig in 2014. Een spannende en emotionele dag voor de nabestaanden van de 14 Gelderse slachtoffers. De rechtbank realiseert zich dat oplegging van deze straf dat leed niet kan wegnemen. Maar spreekt de hoop uit dat het feit dat nu, precies 8 jaar en 4 maanden na de ramp, duidelijkheid wordt verschaft over de schuldvraag, dat dat enige verlichting kan bieden aan nabestaanden. Rowen uit Zutphen was een van de 298 inzittenden van vlucht MH17. Hij kwam op 12-jarige leeftijd om het leven en zijn ouders waren vandaag bij de zitting aanwezig. Ja, dat blijft altijd een gemengd gevoel. De rechters hebben het onderzoek gedaan. Ze hebben geoordeeld en ik denk correct geoordeeld. Ja, dat verandert niets aan het feit dat we de slachtoffers nooit meer terugkrijgen. Maar ik denk een juiste uitspraak. Hij zal op elk moment gemist worden. Met elk evenement, met elk uitspraak is leuk, is een mijlpaal. Maar wij als nabestaanden hebben het levenslang. Geen van de verdachten is ooit tijdens de rechtszittingen verschenen. Want ze zijn allemaal in Rusland. De verdachten zitten nog steeds over de grens. En de kans dat die natuurlijk daadwerkelijk hun straf kunnen gaan uitzitten, dat zal niet aan de orde zijn, denk ik. En wat doet dat dan met de nabestaanden, met u? Ja, dat geeft een gemengd gevoel. Maar je kan het niet veranderen. U zegt het is geen afsluiting voor ons. Nee, dit blijf je hele leven meedragen. Het OM en de verdachten kunnen nog in hoger beroep tegen de uitspraak. Veel bakkers kunnen nauwelijks nog het hoofd boven water houden. De stijgende grondstofprijzen en de energiekosten leiden al tot faillissementen. Maar er zijn ook bakkers die een alternatief hebben gevonden. Bij deze bakkerij in Oldebroek liepen de energiekosten de spuigaten uit. We hebben gasgestookte ovens omdat we geen elektriciteit konden krijgen. Dus dat is echt een probleem. Maar goed, aardgas stijgt de pan uit qua prijzen. En we hebben daar een alternatief voor gevonden en dat is een soort propaangas. Het is een product dat fantastisch werkt voor een oven. Het heeft een hoge calorische waarde. Dat betekent dat een hogere temperatuur in de vlam wordt bereikt. En dus ook uiteindelijk minder gas nodig heeft om dus zo'n temperatuur te bereiken. Het propaangas komt uit deze tank. Heel bewerkelijk was het niet om over te schakelen. Eigenlijk was het binnen 1-2 dagen is het te regelen. Je moet even je brander aan laten passen van de oven door de overleverancier. Niet iedere bakker in Nederland zou dit kunnen toepassen. Denk aan binnenstedelijke bakkers, bijvoorbeeld in de Hoofdstraat.
Ja, dat is gewoon heel moeilijk om aan de veiligheidsafstanden van zo'n tank te voldoen. Dat merkte bakker Maurice Ebbers in Terborg. Hij wil zo snel mogelijk over naar propaangas, maar de gemeente ligt dwars. Moet je dat weer doen en dan moet dat weer gebeuren en dan zus weer gebeuren. Dus het is een beetje een heen en weer gespeeld. En ja, en ik heb echt zoiets van, ja, dat nog 1 of 2 maanden duurt, ja, dan moet ik wat anders zoeken. Want anders dan, ja. Jullie kunnen het hoofd nog boven water houden? Ja, daar gaan we weg voor. Ik was nog lang niet van plan de deur dicht te doen. Zometeen meer over een verloren weddenschap met grote gevolgen. Dit is de boosdoener, hè? Ja, zeker. Hij heeft de doelpunt gemaakt. Geen grote schermen, versieringen en honderden gasten in het oranje gekleed. Het Nijmeegse gaycafé De Regenboog boycott het WK voetbal in Qatar. Dat doet het omdat in Qatar homoseksuele handelingen strafbaar zijn en de LHBTIQ+ personen worden gediscrimineerd. Door geen voetbal uit te zenden wil het café opkomen voor de doelgroep. Wel loopt het nu duizenden euro's omzet mis, maar dat weegt minder zwaar dan het maken van een statement. Het gaat er bij ons gewoon om is dat wij niet dat bloedgeld die kant op willen sturen, het geld voor de licenties, en dat wij dat geld gewoon niet eens willen aannemen. Bewoners van de Privaslaan in Zevenaar die halen toch een deel van hun kerstverlichting weg. De gemeente wil dat alles wat aan de bomen vastzit uiterlijk morgen weg is. Het zou gevaarlijk zijn. De buurt was eerst nog stellig en weigerde de verlichting weg te halen, maar heeft nu iets slims bedacht. Morgen komen er namelijk palen waar de kerstverlichting aan wordt opgehangen. Met toestemming van de woningbouwvereniging. Het is vandaag Wereldprematurendag. Een dag waarop wordt stilgestaan bij te vroeg geboren baby's en de impact daarvan op gezinnen. Amra Wijn uit Malden weet hoe ingrijpend het is. Ook haar baby zag te vroeg het levenslicht. Mila is in januari 2020 geboren. Zij is 15 weken te vroeg geboren en was bij haar geboorte 870 gram. En Mila heeft in totaal 16 weken in het Radboud UMC gelegen. En dat was een hele intense en heftige periode. Je eigen leven bestaat eigenlijk niet meer. Je zorgt voor je kindje en je hebt zorgen om je kindje. En daar ben je het meeste mee bezig. En deze grote zorgen combineren met het gezinsleven was niet makkelijk. Ja, het contrast soms met thuiskomen. Dat je net toch slecht nieuws hebt gehad in het ziekenhuis. Dat Mila toch nog weer een keer aan de beademing moet. En dan kom je thuis en dan zijn de andere kinderen heel vrolijk en druk aan het spelen. En dat ja, die bijna zich schuldig voelen omdat zij zo vrolijk zijn. Maar ja, die moeten ook gewoon kind zijn. Mila is inmiddels een gezonde peuter. Maar de zorgen zijn nog niet helemaal weg. Ja, we hebben wel wat zorgen nog over haar. Daarvoor zijn we ook gewoon nog onder controle in het ziekenhuis. Dus we zitten met haar voor de stembandjes nog. We weten de specialisten te vinden en ja, we kijken gewoon hoe zij het doet. En als het nodig is, dan trekken we aan de bel en voor de rest vooral heel veel genieten en gewoon leuke dingen samen doen. Het vermoeden bestond er al lang, maar deze week werd duidelijk dat de resten in de grond bij Angeren inderdaad afkomstig zijn van een Duits gevechtsvliegtuig dat in de zomer van 1943 door de Amerikanen is neergeschoten. Deze week is een begin gemaakt met de berging van het toestel en de stoffelijke resten. De neef van de omgekomen Duitse piloot is vandaag uitgenodigd om het begin van de berging bij te wonen. Ja, dat was natuurlijk damals voor mijn grootmoeder, die moeder van Karl, en ook voor mijn moeder was het natuurlijk zeer tragisch. De plaatselijke historicus Tom van Bon vond in 2000 al een stukje koelrib, waardoor hij uitvond dat het moest gaan om een fokkewolf, wat hem dichter bij de familie van de vermoedelijke piloot bracht. De vondst van een identificatieplaatje eerder deze week brengt nu zekerheid voor de neef van die piloot. Ja, voor hem, maar ook voor ons is het een prima dag. Het begon allemaal met een stukje koelrib, hè? Ja, daar begon het mee, ja. En dan dinsdag hebben ze dat plaatje gevonden. Dat is 100% zeker dat het dat toestel is. En die zekerheid is belangrijk voor nabestaanden. Ja, mich freut es natürlich sehr. Und vor allen Dingen, ich denke immer an meine Mutter. Meine Mutter, die hätte die größte Freude, wenn sie nur erfahren würde, dass ihr Lieblingsbruder gefunden wurde. Ja, iets anders dan een reuze tattoo van je amateurclub. Weinig mensen die zullen er eentje hebben. Maar de 18-jarige Sven Hilgers uit Elburg nu wel. Hij verloor een weddenschap
met een ploeggenoot. Hey, sommige mensen denken van ja, stelletje debielen, dit en dat. Maar aan de ene kant, je leeft ook maar één keer, dus je moet het ook aan de positieve kant bekijken. En ja, een belofte is een belofte, dus dan moet je hem nakomen. En dus zit Sven nu met een tattoo van zijn voetbalclub naar een verloren weddenschap met Michael. Over dat zijn ploeggenoot geen doelpunt zou maken in de eerstvolgende wedstrijd. Nou, hij is laatste man in onze aanvoerder. Ja, hij maakt nooit een doelpunt in de wedstrijden. Dus ja, ik denk, die weddenschap durf ik wel met hem aan. Maar helaas, ja, tot heeft toch bepaald. Ja, jongen, je moet je toch wel in je afspraak houden, hè? Ja, zeker. Dat heb ik ook gedaan. Dit is de boosdoener, hè? Ja, zeker. Hij heeft de doelpunt gemaakt. Toen kwam een besefmomentje wel echt van, ja, nu gaat het wel echt gebeuren, hoor. Dus, Hoe ga je hem nog terugpakken? Want dit is leuk natuurlijk, dit is een leuk geintje, maar ja, dit moet een keer teruggepakt worden. Ja, ik denk misschien als we dit seizoen nog kampioen kunnen worden, want die kansen zitten wel in, dat we met kampioenschap, dat we hem eventjes goed te pakken gaan nemen met een mooi weddenschapje of iets. Nou, dat wordt nog wat. Dan het weer. Het was vandaag een druilerige en grijze dag, maar zo kleurt het toch nog aardig. Na een kletsnatte dag trekt de regen weg. De nacht verloopt grotendeels droog, maar het blijft bewolkt. Het koelt af naar 7 graden. Morgen is er meer regenopkomst. Het wordt zo'n 10 graden. En in de avonduren daalt de temperatuur richting het vriespunt. Dit weekend dan kan het voor heel even aanvoelen als winter. Zaterdag is het met amper 3 graden koud en is er kans op natte sneeuw. Tot zover het Gelders nieuws. Meer over de bijzondere reden voor de vlucht van 2 Chinooks boven Doetinchem vandaag lees je in onze app en op onze site gld.nl. Mooie avond verder.